Sportja Muscle Beach. Ik wil je eigenlijk even met je rondleiden, zodat je kan weten wat je kan verwachten hier en wat we nog allemaal willen gaan doen. Dit is mijn tijdelijke huis even. Hier slaap ik momenteel om ervoor te zorgen dat dit super nice wordt. Hier staan alle materialen voor je. Schijven overal, we hebben bankjes, we hebben slambals, we hebben kettlebells, barbells liggen achterin de container. Dus hier kunnen we lekker trainen nu met z'n allen. Hiernaast ons staat gelijk een squat rack, die staat open voor gebruik. Die kun je lekker squatten, het staat zelfs een klein beetje naar beneden, dus dan kun je lekker die oefeningen doen. Er staat nu een heel mooi eigenlijk een frame van een party tent zonder tent. Die gaan we nog verder uitbreiden, zodat we ook lekker buiten kunnen squatten als het regent. We hebben een squat rack eronder staan, zodat je kan squatten. Platforms liggen daarachter, zodat je kan Olympic weightliften, je kan ook deadliften, je kan er alles op doen wat je eigenlijk wil. Grote open ruimte, dus dat iedereen goed zijn afstand kan houden, zoals je ziet hoe groot het is. Mocht je wat vrije oefeningen willen doen met wat dumbbells, wat kettlebells, dan kan je hier gewoon lekker aan de slag. We hebben nog eens mooie calisthenics rack wat jullie kennen. Verbazingwekkend gezien wist je misschien niet, maar je kan aan twee kanten squatten. Zowel aan deze kanten, je kan deze eruit halen. En dan kan je hem eruit tillen als een squat. Je kan natuurlijk je pull-ups eraan doen. Je kan dingen met elastieken doen. Je kan dingen met ringen doen. We hebben hier nog een ander squat rack. Die allebei ook kunnen functioneren als bench. Als je een bencher zet en je doet ze wat lager. En we hebben ons geïmproviseerde dumbbell rack daar. Die willen we uiteindelijk nog in de container ook gaan doen. Maar voor de time being kun je dus daar lekker je dumbbells pakken. En we hebben onze mooie muurtekening. Sportja Muscle Beach. Om het nog even een beetje leuk aan te kleden. Dit is een beetje wat je kan verwachten als je hier komt. We hebben dus ruimte zat. En ik hoop jullie snel te verwelkomen eigenlijk hier op de Sportja Muscle Beach. Ik zie jullie snel.